En minister Robert Pennoy van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is van mening dat het een aangelegenheid is van een aantal ministeries om ervoor te zorgen dat er werkgelegenheid en banen worden gecreëerd. Hij beantwoordde vragen over zijn ministerie vandaag bij de voortzetting van de behandeling van de supplementaire begroting. De onderwijsminister zegt dat het een ieders wens is dat afgestudeerden een baan vinden. Voor nu zorgt het ministerie van Onderwijs ervoor dat de samenleving van educatie kan genieten. Werken aan banengelegenheid is een zaak waarbij we productie moeten gaan stimuleren, waarbij we creatief gaan moeten zijn om banen te creëren, maar waarbij we ook in staat gaan zijn om een duidelijk Human Resource Development programma op alle ministeries op te zetten, waardoor iemand die schoonmaakster is geweest of iemand die is administratieve kracht, een duidelijke loopbaanontwikkeling krijgt om te groeien. En ik denk dat het parlement al jaren praat over een duidelijk human resource management beleid, waardoor we banen kunnen gaan creëren en mensen kunnen gaan ontplooien. En ik werk daaraan, maar wat voor mij belangrijk is, het stopzetten van een opleiding is op dit moment niet de keus. Waarom? Omdat wanneer wij een opleiding zouden stopzetten vanwege een overschot aan aan mensen die we vormen, bestaat de kans dat je deze leerkrachten gaat demotiveren om uit je land weg te trekken. En wanneer dat tekort zich gaat voordoen om die opleiding wederom op te starten, dan krijgen we grote problemen. Dus ik zeg, laat men studeren, geef de mogelijkheden. En uiteindelijk moeten we als regering zorgen dat de banen en het werkgelegenheid wordt gecreëerd. Parlementariër André Mizikaba vroeg de minister om wat opheldering over de situatie van het Medisch Opvoedkundig Bureau. Hij wil graag duidelijkheid hebben of de studenten wel of geen borg moeten betalen bij de inschrijving. De minister zegt dat hij achter de informatie aangaat. Ik heb toen de vaste commissie onderwijs had ik ontvangen. Lid Cotino en lid Pocky kan nog herinneren dat deze vraag is gesteld aan de directeur van NOB. Ze heeft mij toen gezegd dat het geen verplichting is. Ik heb er toen ook nog gevraagd om zaken te adverteren in de krant voor de transparantheid. Ze heeft me de belofte gedaan, dus ik zal wederom nachecken waarom het nog niet is geschied. En ik begrijp het lid Mizikaba. Iedereen heeft recht op onderwijs, maar ik zal ook vragen aan NOB als het stukje van borg zijn een verplichting is. Ik dank het college. U had vragen als het een borg is, minister, maar als het een... U had vragen als de borg een verplichting is. Maar als het een verplichting bleek te zijn, willen we wel beleid daarop dat het geen beperking is voor studenten, minister. Zeker. Dat is wat we van u willen horen. Zeker weten. Aldus minister Robert Pennoy van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij beantwoordde vragen over zijn ministerie vandaag bij de voortzetting van de behandeling van de supplementaire begroting.